Olympisch en wereldkampioen Marianne Vos. Het Rabo Liftteam 2015. In Emmen staan ze voor het eerst dit jaar op het podium. En daarmee ook het mountainbike team, bestaande uit Marianne Vos en de Française Ferrand Prevot. Vos, haar ambities zijn duidelijk. Met het mountainbiken wil ze meedoen aan de Olympische Spelen in Rio volgend jaar. Hoe belangrijk is dat mountainbiken voor jou? Ja, het is heel leuk om te doen. Ik heb het vorig jaar eigenlijk na de Spelen opgepakt. En ja, het is een prachtige nieuwe discipline voor mij. En die uitdaging, dat is geweldig. Het is heel leuk. Het is als Nederlandse niet gemakkelijk om daar, ik ben nog niet heel oud, maar op mijn leeftijd in te stromen. Dat je toch alles nog moet uitvinden eigenlijk en alle techniek nog moet oppakken. Maar juist dat is dusdanige uitdaging dat het wel heel leuk maakt. Naast het veldrijden en het wegwielrennen is er dit jaar dus ook veel aandacht voor het mountainbiken. Een risicovolle onderneming volgens ploegleider Moerenhout. Wij gewone stervelingen zouden dan denken van blijf bij het vertrouwde en zorg dat je dat goed blijft doen. En ja, Marianne die neemt daar een weloverwogen gok in. En wat is jouw rol daarin? Ik zou bijna zeggen damage control, maar... Nee, ja, goed. Kijk, je probeert daar zo goed mogelijk te adviseren en bij te staan en bepaalde keuzes te laten maken. Maar aan het eind van het liedje is het haar carrière. Kun je dit allemaal combineren? Ja, nou, dat moet natuurlijk blijken. Maar het is wel keuzes maken, maar dan is het wel te combineren. En welke keuzes maak je dan? Wat heeft dan de voorrang? Nou, een iets beperkte programma, waardoor je toch gewoon de focus kunt leggen op de belangrijke wedstrijden waar je er wilt staan. En daartussen gewoon goede trainingsblokken kunt doen en ook de rust kunt nemen wanneer nodig is.